Hoi allemaal. Vandaag beginnen we met eigenlijk met een raadsel. Wat is wit en valt in de winter? Heel goed, dat is sneeuw. Dan nog een. Waarmee kan een vis ademen onder water? Heel goed, dat is een kieuw. We hebben het woord Sneeuw. Die verklanken we als volgt. S. N. Eeuw. Je hoort eigenlijk eeuw, maar we schrijven het als volgt. E. U. B. Je hoort de u hoor je eigenlijk niet, maar je schrijft hem wel in het stukje eeuw. Dat is hetzelfde als het woordje kiew. Die verklanken we als volgt. K. Iu. Het stukje IEW moet je dus als één stukje onthouden. K. IEW. Je hoort de U niet, maar we schrijven hem wel in het stukje IEW. Nu komt er een dicteetje. Denk ook nog goed aan de OU, want die komt er ook in voor. Denk aan het oude verhaal. Denk aan de Otje-AU. Denk aan de Asje-AU. Zit het Woord In het ouw verhaal schrijf je het met Atje Au. Zit het woord niet in het ouw verhaal, schrijf je, uh, schrijf je het met Otje Au. Komt de eerste zin? Ik zeg eerste zin, daarna zeg ik het woord wat je moet schrijven. Als het iets te snel gaat, zet deze video dan even op pauze. Wat hoor ik toch voor geschreeuw? Maak het woordje geschreeuw. En denk goed aan hoe we die eeuw ook weer schreven. Geschreeuw. Dat is die vogel op het touw. Maak het woordje touw. Die ziet eruit als een spreeuw. Maak het woordje spreeuw. Spreeuw. Maar hij klinkt als een meeuw. Maak het woordje meeuw. denk weer goed aan hoe we het schreven. Meeuw. Of als een pauw. Maak het woordje pauw. Zit pauw in het overhaal, schrijf je hem met atje au. Zit hij niet in het overhaal, schrijf je hem met otje au. Pauw. Hij is wel een beetje klein. Maak het woordje klein. En denk ook hier weer bij: zit, de I, zit het woordje klein in het ei-verhaal? Zo ja, schrijf je het met korte ei. Zo niet, schrijf je het met lange ei. Het woordje klein. Die vogel lijkt. Meer op een parkiet. Maak het woordje lijkt. Het woordje lijkt. En de laatste is het soms een nieuw soort dier. Maak het woordje nieuw. Hoe schreven we de IEW ook weer? Het woordje nieuw. Oké, okay, dat was het dikteetje. Laat het even nakijken door iemand. En dan heb je het vast hartstikke goed gedaan. We gaan nog verder oefenen met de EU, de IEW, de verschillende EI en de verschillende OU. Want dat zijn allemaal weetwoorden. Oké, okay, tot de volgende keer. 对。